Ja, Umberto, dit is een geen heilige plek, maar wel een beetje historische plek voor jou. Vertel eens, wat gebeurde hier? Nou, hier stonden mijn vader en mijn ooms, vertrekkende en aankomende passagiersschepen van de Holland-Amerika-lijn, zoals die er waren. Statendam, Volendam, Nieuwe Amsterdam, Nieuwe Rotterdam, Maasdam, Noorddam. De mensen die aankwamen of vertrokken te fotograferen. En die namen dan meestal hun hele familie mee. Die stond om ze in te zwaaien of uit te zwaaien. En daar werden foto's van gemaakt. Was dat ook een beetje de tijd dat men emigreerde naar Canada en naar Australië? Die tijd was het. En toen gingen we nog niet met vliegmachines zoals nu transatlantisch zou gebeuren, maar met de boot. Dan deden ze er 2 weken over. Jouw vader was fotograaf, straatfotograaf. Die was straatfotograaf in Rotterdam. Zijn zus en zijn broers waren ook straatfotograaf. En dit is die camera waar alles mee is vastgelegd. Een Leica. De opgebouwde belichtingsmeter. Maar jouw vader stond dan wat op vaste punten, hè? Hier stond hij hier op de Holland-Amerika-lijn als schepen aankwamen of vertrokken. En in Diergaarde Blijdorp, zo in het zomerseizoen. En voor het Centraal Station in Rotterdam, omdat daar ook altijd een plaats voor komen en gaan was. Dus er moeten duizenden Rotterdammers door jouw vader gefotografeerd zijn. Ik denk wel 10.000 Rotterdammers. En die foto's die stuurde hij dan op of zo. De mensen betaalden, neem ik aan. Ja, hij stond daar met een kwitantieboekje. En die mensen kregen een receuutje. En hij schreef dan het adres en naam op. En het aantal foto's dat ze bestelden. En dat stuurde hij dan binnen 14 dagen op. En dus ik herinner me nog dat hij dan stempelde. En op de stempel stond iets voor nabestellingen. En dan kwamen ook alweer brieven terug voor nabestellingen. Maar als je bij wijze van spreken het archief van je vader zou doorspitten, stel dat hij al die negatieven nog zou hebben, dan zou je veel mensen tegenkomen die absoluut niet meer weten dat ze ooit gefotografeerd zijn, denk ik. Dat denk ik wel, ja, dat weet ik wel zeker. Er gaat veel verloren in de loop der tijden. Jouw tante deed hetzelfde, maar niet die stond op de beurs voor de Siniac, voor de Bijenkorf, een stukje straatbeeld. Wat was het bijzonder om je daar te laten fotograferen? Nou, ja, mensen liepen daar en ze hadden ook een hele aardige manier van wat mij als kind, als klein jochie, altijd is bijgebleven. En ik lag altijd in een appelflauw als ik het zag doen. Ze deed dat non-verbaal. Ze stond met de camera zo ongeveer. Die hing dan zo op een buik. Hoe deed je tante dat? Ze deed dat een non-verbale manier om mensen te benaderen. Ze stond daar dan, zag iemand aankomen. Deed dan een gebaar wees dan op de camera. En deed dan zo. En dat was eigenlijk alles. En die mensen die reageerden dan wel. Die zeiden oké, laten we een foto maken samen. Dat is het idee natuurlijk, alleen. Ze maakten dan die foto. Dat is ongeveer het verhaal. Ik moet plotseling even overdenken. Natuurlijk, de Siniac was ook een plek waar je met je vriendinnetje heen ging. Hè? Dat zag je ook heel vaak. Ja. Mensen die dus samen gearmd, gefotografeerd werden. Wanneer is dat gestopt eigenlijk, dat vak van straatfotograaf? Dat is gestopt omdat mijn vader, mijn ooms en mijn tante 65-jarige leeftijd bereikten en eigenlijk blij waren dat ze ermee op konden houden. Ze hebben heel hard gewerkt in hun leven, midden in de winter. Stonden ze op het ijs, zomers in de diergaarden, jaarmarkt, weekmarkt, reden heel Nederland door met auto of met treinen.
de eerste trein, ochtends en met de laatste trein weer terug. En dan nog de donkere kamer in om foto's te gaan ontwikkelen. Dus dat is dan ook wat mij dan zo gefascineerd heeft in die fotografie. Dat je ochtends wakker wordt en dat er een hele kamer op tafel al die foto's met van mensen die je niet kent. Maar ja, die foto's dan nog een beetje, stonden nog een beetje bol. Die moesten dan nog tussen een paar dikke boeken vlak geperst worden. En aan de kastdeuren hingen dan die filmpjes met een wasknijper eronder te drogen. En dat heeft mij enorm gefascineerd altijd. In die fotografie, dus die straatfotografie dan. Even terugkomend op deze plek hier. Een oom van jou is hier naar Amerika vertrokken, hè? Ja, dus Gerrit Randolfi, die is naar Amerika geëmigreerd. San Francisco heeft hij een pianohandel opgezet. Hij was met een beroemde Rotterdamse schilder toen, of een toen nog geen beroemde Rotterdamse schilder. Ja, met Willem de Koning. Ik herinner me zo'n 15 jaar geleden een interview van Willem de Koning. En het enige wat hij zich kon herinneren van Nederland, Rotterdam met name, was mijn familie. Hij schreef zoiets van, ik herinner me de familie Randolfi, die rode, gele, blauwe ballonnen verkocht. Daar kwam ik dan wel eens langs om wat te eten. Willem de Koning heeft het heel erg magere jaren gehad in Rotterdam. Dat klopt. Gerard is hem later achterna gegaan. Ja, ja. En die leeft nog, die oom? Die naar mij weten leeft hij nog. Doet nog in piano? Nee, ik geloof dat hij zich in New York, in de staat New York heeft gevestigd. Ik denk dat hij ook al in de 70 moet lopen. Maar ik herinner me dat hij eerst nog eens kwam ze nu dan naar Nederland. En dan had hij een filmprojector bij zich. En kwam hij even een paar uur langs en vertoonde hij die filmpjes van wat hij zo'n beetje deed in Amerika. Ik herinner me dan een filmpje dat hij met zijn vrouw Esther in een van, een soort caravan, door Amerika, een natuurreservaat toeren. Ja. Dat fantastisch. Dus, ja, dat is mooi. Maar die oom heb ik natuurlijk niet zo geweldig goed gekend. Nee. Even omdraaien zo, dat is ook mooi hoor. Blijf daar staan. Nee, goed. Ja, maak nog een foto.